Hallo en welkom bij Pulse Model 2 Stuff. Vandaag heb ik een IC3 waar een wagon tussen zit die ik eerder als kapot gekocht heb waar ik het defect niet kan vinden. Maar inmiddels weet ik wat er mis is. Als ik hem op achteruit laat rijden, werkt de frontverlichting en de sluitverlichting aan de andere kant die niet op beeld staat. Dan wissel ik hem om. Brandt er niets meer. Geen frontverlichting, geen sluitverlichting. En haal ik de defecte waaronder uit, doe de sluitverlichting het en de frontverlichting. Dus hier is toch iets mis mee. Vorige keer kon ik het niet vinden. Ik ga nu opnieuw zoeken. Dus dit is de defecte wagon. Andere wagons heb ik ertussen gezet, dan heb ik het probleem niet. Dus met deze is iets mis. Ik heb mijn voltmeter op kortsluitmeter staan. En ik heb er dunne pinnetjes op gezet, zodat ik even kan kijken. Ik kan hier daar aansluiten en kijken of de stroom doorkomt. Deze is goed. Komt ook op één pin uit. De tweede. Komt op de tweede pin uit. Komt ook op de middelste uit. Dan denk ik dat de middelste niet op de eerste, wel op de tweede, ook op de derde, niet op de vierde, niet op de vijfde. De zekerheid, andere kant op nog, de vierde heeft alleen op de vierde dat hij doorkomt. En de vijfde, op de vijfde en nergens anders. Betekent dat de twee pinnen kortsluiting maken met elkaar. Dus als dan de verlichting aangaat, zal de decoder, hier zit gelukkig een decoder in, met kortsluitbeveiliging zeggen. Hier ga ik niks doen. Die ga ik geen stroom geven. Zo, deze kap gaat uit de weg. Dus ze komen van de connector naar boven, naar onderen, naar onderdoor en hier weer naar buiten toe. Dat is niet heel gek, dus als er iets mis is, dan zou het op de kleine printplaatjes van de connectoren zelf moeten zitten. Heel rustig de veertjes eraf, zodat ze niet wegschieten. En dan komen deze, als het goed is, ook los. En als ik ze dan op de goede manier loshaal. Zo. Deze opzij. En dan kan ik verder met afpellen richting de printplaatjes. Kijk eens wie we hier hebben. Als ik hem nu hier op het midden aansluit, dan kan ik kijken op blauw een melding en op geel een melding. Dus blauw en geel maken hier kortsluiting. En je kunt ervan uitgaan dat dit dezelfde kleurcodering is als die een decoder gebruikt. Dus dat betekent de gemeenschappelijke pluspol en de frontverlichting, de normale voorverlichting, vooruitverlichting van wit. Dus ik ga eens even kijken of ik deze uit elkaar kan puzzelen, peuteren, om te zien of ik ergens misschien een klontje soldeer kan vinden wat verkeerd zit. De connecties tussen al deze pinnen zitten heel erg dicht bij elkaar. En iemand had al met een mes ze wat verder uit elkaar gedaan.
Alleen nog niet aan deze kant. En ik heb ze allemaal nog een keer nagelopen. Ik zal zo het beeld weer in focus zetten. Maar ik heb ze allemaal weer nagelopen. En de kortsluiting... Dus ik heb ze allemaal weer opnieuw uitgesneden en de kortsluiting nu lijkt weg. Betekent dat ik nu de boel nog opnieuw in elkaar moet zetten. Alle losse onderdelen liggen er nog, dus dat zou zo gedaan moeten zijn. Om het trouwens uit elkaar te halen zit er een klein clipje bovenop de... bovenop de printplaat, als je dat uit weghaalt, eraf klipt, dan komen de printplaten er gewoon meteen uit. Dit, kom eens aan, dit dekseltje hoort dus hierop. En als je dat er, dat is gewoon een kliksysteem, als je dat eraf klikt, kun je de printplaat eruit halen. Dan kun je hem helemaal demonteren. Als het een beetje op zijn plek zit, kan ik hem al tussen de wagons zetten. Kijken wat hij doet. Mijn meter zegt dat het nu goed is. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben nog blijer als ik het zie werken. Hij zit er nu los tussen. Ligt hier zo. En het wisselen van de front- en sluitverlichting werkt nu wel. Dat betekent inderdaad dat er een kortsluiting zat in de printplaat bij de soldering die er nu uit is. Dus ik ga hem verder in elkaar zetten. Het is heel goed opletten, want de kap lijkt gewoon op twee manieren te passen. Maar het is echt maar, hij past maar op één manier. Dus ik heb net nog heel even de connectoren om moeten wisselen. Omdat de pantograaf niet aan de goede kant terecht kwam. Maar als je daar eenmaal op let, is het eigenlijk alleen maar in elkaar schuiven van dingen. Dus dat is tot zover het repareren van deze ICE-wagon. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe als je wil weten wanneer er een nieuwe aflevering is. Er is ook nog zo'n belletje waar je op kunt drukken. Deel dit en laat al je vrienden en familie weten van deze van dit YouTube kanaal. Abonneer je hond, je kat, je schoonmoeder. Ik zou niet willen zeggen alles voor de views, maar het helpt in de motivatie. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.